Alright mensen, leuk jullie weer kijken naar een gloednieuwe video op mijn kanaal. In deze video is het letterlijk alles of niets. Ik laat dus twee non-rankers tegen elkaar fighten. En degene die wint krijgt een vroegrank. Dan heeft hij nog eens een keer kans om hetzelfde tegen mij te doen. En als hij dan van mij wint krijgt hij een freak rank, dus een hogere rank. En verliest hij dan van mij, dan krijgt degene die heeft verloren alsnog de vroegrank. Dus drop een like als je ook een vroegrank wil. Abonneer op mijn kanaal. En geniet van deze video. Enjoy. Alright boys, ik ga ze moven. Oké. Wou je dat jullie gaan vechten voor een vroegrank? Ben je goed bij het spelen? Ja, ik weet niet hoe goed jullie zijn. Ik kan verliezen. Dus ja, jullie gaan vechten voor een vroegrank. Dus jullie mogen... ja, ik eet jullie wel gewoon in een party. Bro, wat zegt het? Oké. En ja, we gaan een best of 5 doen UHF. Want dat is de leuke factions UHF. Nou jongens, wens elkaar succes. Tik elkaar even aan. En ja, succes. Alright. Jullie mogen ook gaan praten tijdens de 1v1, dat vind ik wel grappig. Maar het hoeft niet. Ja, en natuurlijk heb je wel mijn commentary, maar ja, daar moet je mee leven. Oké, jongens, de eerste match. Yarki tegen buitenspelen voor een vroegrank. Yarki prult weg. Ja, jullie zijn ongeveer van hetzelfde niveau, denk ik. Want ik heb jullie gewoon uitgekozen. Ja, oké, dan gaan ze. Kook. Oké. Ik weet niet hoe deze map... Aquarium of zo in deze map? Ik heb geen idee. IGG. Alright, een quick drop. Holy shit. Je hebt de eerste ronde gewonnen. Hoe voelt dat? Ja, geweldig. Nice. Alright, dan mag je je gear uitdoen. En dan heb jij de eerste ronde gewonnen. Alright, go. Ik heb ingenomen. Ja. Oh, er wordt een soort gedropt. Jongens, het gaat om een rank, hè? Je kan sportief zijn, maar je kan ook niet sportief zijn. Oh, mijn gabbels staan verkeerd. Ja, gewoon, ik zou overal gebruik van maken, jongens. Dus het gaat om een rank. Alright. En hij brult. Holy shit. Beetje lag. Kom op. Zo. Kom op, kom op, kom op. Yes. Hey, je ging voor de quick drop, maar dat ging niet helemaal goed, Yarki. Alright, Yarki. Dat is lekker. Ja, man. Rip, dude. En GG, buitenspelen. GG. Ja, jij hebt gewonnen. Dus gefeliciteerd. Nou ja, rip, Yarki. Ja, man. Ja, hoe voel je je? Even interview. Ik gun het hem ook wel. Rip, man. Bedankt. Het was je kans, man, maar it is what it is. Ik heb een dingetje voor jou, want er zit een plot twist achter. Maar de keuze ligt natuurlijk bij jou. Jij mag kiezen als je hetzelfde wil doen tegen mij voor een freak rank. En als je verliest, krijgt hij een fru. Accepteer je het duel niet tegen mij, dan behoud jij gewoon een vroeg rank. Tja, dit is wel... Dit is een beetje of een hogere rank, of helemaal niks. En dan is hij een vroeg rank als ik win. Ik ga de uitdaging aan. Oké. Oei. Nou, Yarki. oei. Je houdt ervan. Oké, nou, ik mag dus de maps kiezen. Jij daagt me uit. We gaan als eerste in tennis. Hoe nu is wel de stress. Ja, nu is het alles of echt helemaal niks. Oké, ja, drop de gapples hier maar. Oh. Drop maar naar mij toe. Dan weet ik dat het er zeker 10 zijn. Ja, het zijn er zeker 10. Oké, daar liggen ze. Oké, daar gaan we dan. De stress is nu bij jou aanwezig, denk ik. Ja. Maar ja, dat vind ik alleen maar leuk. Dat vind ik echt... Dit soort video's hou ik ervan om te maken, jongens. Dat is heel lullig, maar ja, weet je.
Ik ga natuurlijk ook mijzelf niet laten bieten, jongens, dat... Nee. GG. 1-0 voor mij. Alright, daar gaan we. Tegen buiten spelen, jongens. Ik heb hem wel eens eerder geduweld. En ja, nu komt het erop aan. Even tryharden. Bijna klaar. Yes! Alright, dude. Daar heb je heel veel geluk gehad. Holy shit. Alright, het is een win. Een win is een win. Dus het staat 1-1. Alright, dan gaan we weer. Nou, dan bogen we het wel af. Hij wil bogen, dan gaan we bogen. GG, dude. 2-1. Hoe is het nu met je? Het is... Maar lijkt het best wel een klote positie. Ja, best wel. Het is of een freak, of helemaal niks. Alright, dan gaan we. Dit is een wat kleinere map. Dus ik ben heel benieuwd hoe ik het in deze map doe. Nou, mijn vader gaat de wifi eruit gooien. Oh-oh. Ze gaat die serieus doen. Ja, volgens mij wel. Rip, dan moeten we het snel afmaken als je me nog wil killen. Oké. Okay. Skleuter. Alright. Ik ga safe spelen, fuck it. Ik ga niet meer dom doen. Nee. GG. Hey. Alright. Jarky, wat vind jij ervan dat hij de uitdaging aan is gegaan? Ik vind wel, blij dat hij het gedaan heeft. Ik kan wel proberen. En hoe voel jij je nu buiten spelen? Gewoon even after interview. Ja, slecht. Ah, rip man. Hoor je dat? Ik zal je vaker uitnodigen voor video's. Dus wees niet getreurd. Je kan later weer een keer wat winnen. Maar ja, helaas is het deze keer niet jouw beste dag. Hoe heet het? Zodra deze video online komt, komt er ook een SOTW sale waarschijnlijk aan. En dan heb jij voor map 11, heb jij je rank. Dus map 11 komt steeds dichterbij, maar ik kan je beloven, voor map 11 heb jij je vroeg rank. Dus jongens, ook al ben je niet de beste in PvP, zoals Jarky, kan je alsnog meedoen met mijn challenges en alsnog een rank winnen. Dus jongens, drop een like, abonneer op mijn kanaal. Op naar de 5000 abonnees. Heb jij nog wat te zeggen, Jarky? Ja, ik vond het wel aardig dat hij die kans gaf. Alright, inderdaad. Jongens, SO naar hem. Tot de volgende video. Let's go.